Dus inderdaad de visuele waarneming, wat mensen noemen als kijkgedrag of scannen. Wij gebruiken daar een model voor wat dateert uit een Koreaoorlog, de ODA-loop. Wat? Dat staat voor Observation Orientation Decide Act. Dus dat is een loop waarin je op basis van hoge druk in tijden van oorlog, op basis van je visuele informatie een keuze moet vaststellen en die ook moet kunnen uitvoeren in het juiste tempo. Nou, dat is een model wat we ook gebruiken met de spelers. Het tweede is de body positioning en dan met name de... het bovenlichaam, dus het positioneren van je bovenlichaam. Als ik nu links van mij wil kijken, ik zit nu in een houding dat ik beide kanten kan zien. Maar voor jou is het nu moeilijker om achter je te kijken, dus daar moet je meer moeite voor doen. Nou, als je je positioneert waarin je dus een breder perspectief creëert, kun je meer zien. Maar het is ook makkelijker en sneller om die kant op te handelen waar je naartoe wilt. En het laatste wat we doen is de handgebaren, dus de non-verbale communicatie. Stel je voor dat wij samen voetballen. Ja, Marcel. Dat soort dingen inderdaad. Nou, dat is duidelijk. Maar stel je voor dat wij samen voetballen. Jij hebt een bal in je voet. Ik heb links van mij heb ik ruimte gezien. Dan kan ik hopen dat jij begrijpt dat ik de bal links in mijn loop wil hebben. Maar op het moment dat wij oogcontact maken, kan ik het ook even aangeven. Ik vind het zo razend interessant. Jij geeft mini-colleges, maar dus ook aan die spelers. En dan gaat het over Koreaoorlog, gaat het over handgebaren met Denzel Dumfries, met noem ze allemaal maar op. Nou, we hebben het niet... Doku, het snelle buitenspelen van België, train je ook mee gedaan? Ja, klopt. We hebben 5 spelers momenteel actief op het EK. 3 van Nederland. Lucero, Geert Truijden ook, Denzel Dumfries en Ryan Gravenberg. En bij België hebben we Johan Bakayoko, die bij PSV speelt. En Jeremy Doku inderdaad van Manchester City.